We zijn dus met een aantal economisten samengekomen hier op de ULB om te discussiëren over de oorzaken en de gevolgen van migratie naar Europa. En dus wij laten wetenschappers aan het woord die over hun onderzoek komen vertellen. Wat zijn de bevindingen, de oorzaken, de gevolgen van migratie? Het is belangrijk om te zien dat economisten eigenlijk zichzelf als taak geven om het debat te verzakelijken. Dus dat debat gaat met heel veel emotie gebaard. Je hebt allerlei politieke opinies, van extreem links tot extreem rechts. En de economisten zeggen, laten we eens kijken naar de cijfers, naar de theorieën ter zake, naar de analyses, om de discussie een beetje te verzakelijken. En dat is eigenlijk onze belangrijkste boodschap. Kijk naar de feiten, laat ons zoveel mogelijk analyseren en dan tot een zakelijk debat komen over de voor- en de nadelen van migratie. Professor Wim van de faculteit Economie van de Universiteit ULB heeft me gevraagd om ons businessmodel te komen uitleggen voor een ensemble van de Europese Unie. Het was eigenlijk een think tank die oplossingen zoekt in kader van migraties, economie, gezondheid en dergelijke meer. En professor Wim dacht met ons project eigenlijk Een toegevoegde waarde te gaan betekenen voor de Europese Unie om nieuwe ideeën en nieuwe gedachten eigenlijk naar voren te brengen. We weten dat er heel veel migratie uit die gebieden is en dat armoede daarmee te maken heeft, dat onveiligheid daarmee te maken heeft, dat het gebrek aan kansen daarmee te maken heeft. Wel, het project van herbebossing laat zien, kijk, er is een lokaal alternatief. Zorg ervoor dat mensen in een veilige omgeving kunnen genieten van bepaalde economische programma's. En dit is een economisch programma dat blijkbaar heel zinvol is voor de lokale bevolking. Het steunt op de lokale instituties, er is overleg met de village chief, met de bevolking, willen ze dat project. En het blijkt blijkbaar op, het is een return, niet alleen voor de mensen die investeren in de bebossing, maar voor de lokale bevolking. En het blijkt dan, uit de gegevens van het project, dat daardoor de migratie afneemt. Ik heb eigenlijk gewoon ons project uitgelegd. Wat dat we doen, waarom dat we het doen, waar dat we juist werken, wat de implicaties zijn van herbebossing en waarbij herbebossingen duidelijk al aantoont dat migraties stoppen. Wat we nu zien is dat mensen gedwongen worden om te migreren, om aan de armoede te ontsnappen, om aan de gevolgen van de klimaatverandering te ontsnappen. En daarom is het heel goed om zulke projecten te kunnen bekijken waar mensen niet meer gedwongen worden te migreren. Er was een groot enthousiasme, zeker blijkbaar binnen de academische wereld. Ook daar zijn ze verwonderd over de manier waarop we werken en het een progressiekind die vruchten afwerpt. En dat is natuurlijk wel plezant om bij de professoren ons ding te mogen komen uitleggen.